Een van mijn favoriete technieken sinds ik de eigenaresse ben van Zijdar en Zijdewinkel is de Alter Ego It's Magic Dye. Nou, wat is het idee? Je kunt in één handeling een stof verven die bestaat uit een dierlijke vezel en een plantaardige vezel. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zijde, dat is dierlijk met viscose plantaardig. Of een zijde katoen of een wol met linnen. En het idee is dat je twee verschillende verfstoffen gebruikt. Een zijdeverf, bijvoorbeeld van Dupont. En een speciale viscose verf, ook van Dupont. En die herken je aan het label Alter Ego. Die is dus geschikt voor viscose, maar ook voor katoen of voor linnen of voor hennep. Daarbij heb je nodig een fixateur. Dat is een stroperige substantie. En die zorgt ervoor dat tijdens het verven de verfstoffen gefixeerd worden op de stof. Een voorbeeld van zo'n zijde viscose stof is deze fluweel. De basis is van zuiver zijde en het fluweel is van viscose. Hier zie je ook een voorbeeld. Basis van zuiver zijde. En dit is het satijnpatroon van viscose. Wat ga je doen? Je doet de twee verfstoffen in één pan. Water erbij, fixateur erbij. En vervolgens maak je je stoffen nat en die gaan ook in de pan. En na het aanverven, duurt ongeveer 40 minuutjes, zie je dat de ene verfstof op de ene grondstof pakt en de andere verfstof op de andere grondstof. Nou, een voorbeeld hiervan is deze fluweelsjaal. De basis, zuiver zijde, is met een bruine verfstof aangeverfd. En het patroon van viscose fluweel heeft een rode verfstof. Hier zie je ook een heel mooi voorbeeld in een blauw tint. En hier zie je een mooi voorbeeld waarbij de basis van zuiver zijde is aangeverfd met een cognac. En het patroon is met roze. Je hebt zo in een hele eenvoudige manier een hele spectaculaire manier van aanverven. En het is heel erg leuk om dat een keer in de praktijk te proberen.